Hè? Dames en heren, jongens en meisjes, en alle die hier aanwezig zijn, en alle die hier ook niet aanwezig zijn. Ik presenteer u dit boek, zal ik maar zeggen. De minst beroemde Eindhovenaar, Huub van Beijnen, bij het grote publiek beter bekend als Heintje Bondo, heeft sinds kort een eigen boek. Hoe voelt dat met je eigen boek? Verrukkelijk. Nou, ik zou bijna zeggen smakelijk. Ja. Je kunt er van eten. Mijn nieuwe beste vriend werd geschreven door Henk van Straten, die een jaar lang optrok met de Eindhovense straatartiest en de bijzondere belevenissen optekende in het boek. Een andere beroemde vriend, Theo Maassen, schreef het voorwoord. Het mooiste stukje, nou, dat kan ik me nog voor de geest halen. En dat is... Ik wil. En wat wil je? En wat wil ik? En gewoon beroemd worden. Ondanks zijn respectabele leeftijd van 72 heeft Huub één brandende ambitie. En dat is beroemd worden. Maar stiekem is hij al een stuk beroemder dan hij zelf weet. Mijn nieuwe beste vriend. Nou, die nieuwe beste vriend staat achter u. Die staat achter mij. Nou, het gezicht komt me wel bekend voor. Ik dacht dat het toch een Eindhovenaar is, die ook wel eens eenmaal in de krant heeft gestaan, een paar weken geleden. Dus ja, vandaar dat ik uw gezicht enigszins ken. Ja. Ben je toch best beroemd, Huub? Het begint te komen hoor, en daar verlang ik ook naar. De woensdagavond neemt Huub samen met zijn vrienden Henk van Straten en Theo Maassen plaats aan de tafel bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. En wordt Heintje Bondo weer een stukje beroemder. Nou, ik zou zeggen bedankt voor uw aandacht. En tot de volgende gelegenheid. En die gelegenheid, dat zal dan morgen plaats hebben. Ja, bedankt voor uw aandacht.